Nou, ik zit hier met Iris en wij kennen elkaar al een hele tijd. We hebben elkaar iets meer dan een jaar geleden, denk ik, leren kennen. In december 2021 via de groep waar we samen in zaten bij Tibor. We hadden een hele bijzondere meditatie waarin we in elkaars ogen keken en bij ons allebei wel wat geraakt werd. Ik denk, ik vond het wel bijzonder, want daarna hebben we twee uur gebeld, twee dagen later. En dat ik in de eerste instantie dacht, oh, er wordt iets in jou geraakt. En nou, ik zit hier gewoon lekker rustig bij. En dat jij zei, nee, ik, ik voelde jou dacht, Oh shit, ik uh, zit soms toch nog wel een beetje veel in mijn hoofd dat jij dat nog beter voelt dan ik. Dus toen was de Vonk voor mij ook overgeslagen en heb ik een heleboel gehad aan onze vriendschap. Maar voor de mensen die jou nog niet kennen, zou je het kort iets meer over jezelf willen vertellen? Zeker wil ik dat. Maar allereerst dat jij dit alle, alle specifieke maanden en tijden allemaal nog weet. <laughs> ik heb daar iets mee. Ja, dat soort dingen gaan mij altijd helemaal. Uh, Voorbij. Ja, ik ben dus um, uh, heel intuïtief. Dus ik luister veel meer naar uh, wat er is op dat moment. Dus um, ja, ben ik veel minder bezig met wat er uh, buiten uh, aan de hand is. Uh, ik ben uh, net als jij uh, coach. Echter uh, profileer ik mij op een, uh, een hele andere manier. Want ik ben echt uh, expert in buikvet. En waarom buikvet? Omdat, uh, ja, dat is zo interessant... Buikvet ligt namelijk uh, opgeslagen op je buik. En uh, in de dieper liggende laag uh, zit uh, trauma. En dat trauma is bevroren en uh, dat heeft zich uh, los te maken. En uh, ja, dat uh, doe je niet met, uh, met sporten en, uh, en gezond eten. Daar gaan we het natuurlijk wel over hebben. Dat is vaak waar je start, is waar we starten. Maar er liggen zoveel lagen onder. En uh, ja, dat maakt dat we elkaar natuurlijk ook uh, heel erg vinden. Ook mijn carrière begon uh, in de sport. Ik kan net zeggen, ja, ja. wilde je altijd al buikvet-expert worden? Of? Nee, zeker niet. Nee, nee dat nee, verzin nee, je ook niet, nee. hè? Um, of tenminste, ik, ik vond het altijd al intrigerend. Alleen, ik wist nog niet waarom ik het intrigerend vond. Want ik gaf altijd groepslessen. Dus ik stond op het podium met mijn microfoon op. En um, ik vond het vooral tof om de energie um, omhoog te brengen in de zaal. Echter... Um, wat er altijd gebeurde, is dat vrouwen dan vroegen: van maar hoe doe je dat lijf? Ja, weet ik veel. Kom naar dezelfde lessen als die ik volg, of die ik geef. Doe wat ik doe, dan doe komt wat het ik wel doe, goed. Ja. Maar toch niet, denk ik. Nee, zeker niet. Um, en, en ze vroegen ook altijd maar om buikspierkwartiertjes. En toen dacht ik altijd: ja, ja als je er uh, fysiologisch naar kijkt, zouden we met z'n allen keihard moeten cardioën om die buik eraf te krijgen. Ja, of, uh, of hele zware gewichten optillen, maar niet de lesjes die ik gaf als uh, step en bodypump en uh, zumba vooral heel veel zumba nee, nee nee natuurlijk niet uh, echter je bent wel met je lichaam bezig dus het, het helpt wel maar niet op, de, op het niveau dat je zou willen en dat heb ik altijd al wel gevoeld maar ja uh, niemand doet het voor dus er is niemand een buikvet specialist dus ja hoe, hoe hoe kan je dat dan weten en dus het is voor mij echt onderzoek geweest vanuit het lichaam, hè, vanuit de intuïtie, vanuit ja, mensen coachen, waardoor ik dat inzicht kreeg. Ja, ik vind het mooi van jouw visie dat eigenlijk alle problemen die zich in de externe wereld aandienen, dat dat een mentale oorzaak heeft. En dat mensen vaak naar die externe dingen kijken en denken van, hé, hey, hoe moet ik dat gaan fixen? Hoe ga ik afvallen? Of hoe ga ik dan de chaos in mijn bedrijf in goede orde krijgen of in goede banen leiden? En dat we dan vaak niet kijken naar die binnenkant. Dat Precies. we daar niet naar willen kijken. Nou ja, omdat daar ook de oorzaak helemaal vaak niet lijkt te liggen. En net zoals dat als jij een, uh, tenminste bij ons dan, als wij een patatje eten, dan uh, raakt ons maag uh, overstuur, waardoor we met z'n allen op de toilet zitten. En dan denken we van, oh ja, nou logisch, uh, dat heeft te maken met dat patatje. Echter heeft dat helemaal niks te maken met dat patatje, want wij eten alleen maar patat als wij ons kut voelen. Ja, ik weet nog goed dat wij samen in het restaurant zaten en het precies over dit hadden. En zeiden van ja, wij eten een patatje vanuit volle overgave. En niet vanuit ook, oh, ik zou dit eigenlijk niet mogen eten. En ik voel me zo ellendig. En daarom eet ik een frietje. Maar echt vanuit, nou, ik heb echt zin in dit frietje. En zolang mijn lichaam daarom vraagt of zolang ik daar zin in heb, dan eet ik het. En als ik er klaar mee ben, dan stop ik ook. Of ik eet alleen maar de allerlekkerste frietjes. Ja, ja, ja die kleine die die net uh, een beetje verbrand zijn. Ja. Versus inderdaad dat mensen vanuit stress gaan eten, of vanuit gewoonte, of vanuit trauma. Maar ja, het is natuurlijk wel ook vanuit stress. Hè. Van de week kregen we te horen dat ons uh, huis verkocht uh, was. Ineens niet meer verkocht was. Um, en we hadden eten in de koelkast en uh, we hadden gewoon alles geprept. Echter, zit je er mentaal dan zo doorheen dat je echt denkt, ja. Pff. En uh, we hadden aspergesoep en, en dat, dat bereidingstijd was een uur. <laughs> Die en we, heb je dan even en we niet, keken he? elkaar aan en we, uh, ik zeg, kom we gaan buiten een rondje lopen. Nou, onze dochter mee op de loopfietsje en, uh, uh, en Jonathan, mijn man, die zegt van, uh, ja, maar ja, als we dan terugkomen, moeten we dan nog koken. Ik zeg, ja, dan duurt het ook weer een uur. Ja, zullen we dan maar, ja, dan weet je eigenlijk al waar het op uitdraait. En dan zeggen we, jongens, wat willen jullie eten? Ja, patat, pizza dat je denkt, Yes, weet je wel, de jongens hebben gekozen S voor patat. Ik kan er niks aan <laughs> nee. doen, het universum. <laughs> ja, en, ja. Dat je, uh, en dan ja, weet je dat je last van krijgt van je maag nou, niet zozeer van die patatjes. Want ja, als ik die patatjes dan heb, dan inderdaad, dan denk ik ook van oké, okay, we gaan er nu ook gewoon lekker van genieten. En, uh, maar ja, ik krijg dus pijn in mijn buik, maar niet van die patat. Zoveel mensen merk ik, lopen aan tegen eten, niet voor voeding maar voor vulling en eten vanuit emotie. Heb jij een aantal tips vanuit hey, stel dat je daar tegenaan aanloopt? Ik hoor dat vaak de mensen zeggen: nou, ik heb eet bij een eet, kan Ik knik een hele chocoladereep op, of chips kan maar niet in de kast liggen, zonder dat het opgaat. Hoe, hoe kan je dat fixen? Hoe kan je dat fixen? Ja, dat is misschien ja. dan niet de allerbeste vraag. Precies, maar, ja, eigenlijk ja, op dat woord haak ik dan al meteen. Daarom uh, gebruik ja. ik het ook. Dat je echt denkt van ja, het is gewoon niet te fixen. Um, het advies wat ik zou willen geven is: ga luisteren. Ga luisteren naar je lijf. Want ja, als je zin hebt in chocola, ja, er is een reden voor. En dus uh, en wij vrouwen hebben te maken met een cyclus. En dan denk je, één <gif> koppertje. Maar de week voordat we, um, voordat we menstrueren, ja, wil je naar binnen keren? Wil je coconnen. Wil je uh, met jezelf zijn? En eigenlijk kennen we dat niet zo heel goed. Want we moeten uh, werken, we moeten uh, de kinderen wegbrengen. We moeten. De of verwachtingsmaatschappij. We kiezen zelf ook om druk bezig te zijn met scrollen op social media. Om dus bij anderen te zijn met onze energie en ja. aandacht. En, en, het, en, het, en het hoogste wat we dan kunnen doen voor onszelf. Is dus even op de bank gaan zitten met een stuk chocola. Want dat is dan het meeste naar binnen gekeerd. Omdat we. We kennen het dus blijkbaar niet beter. Terwijl, ja, als je zin hebt dan in die chocola. En je zou echt voelen. Waar zou je echt zin in hebben? Zou je zin hebben om. Eigenlijk gewoon tegen je gezin te zeggen van, jongens, zoek het lekker uit, ga zelf naar bed. Ik uh, zit even in een hutje op de hei en uh, met een kopje thee en stoor me niet. Met een dekentje, uh, met een young film of whatsoever. Maar echter, we geven onszelf daar nooit de toestemming voor. Dus is dan het hoogst haalbare een stuk chocola. Om, He, om te denken van, nou, dan zorg ik voor mezelf. Of om even wat te voelen. Want ook al is het een heel naar ja, gevoel... Of, of, of niet te voelen, even niet te voelen. En daarna voel je je wel misselijk, ellendig. Toch op de een of andere manier merk ik dat mensen daar ook weer verslaafd aan zijn. Aan dat ellendige gevoel. Dat... Daardoor kan je het wel weer even voelen. En daar weer even in verdrinken. En zichzelf dat weer gunnen. Want dat bevestigt weer hoe ze over zichzelf denken. En dan zie je wel, kan het niet. Ja, er zit gewoon heel veel... Ja, er, zit gewoon... ja, er zijn echt duizenden redenen waarom, uh, waarom dit gebeurt. Echter... Ja. En ik merk ook bij mijn coachees dat het bij iedereen weer anders is. En dat, bij de ene is het trauma, bij de ander is het emotie... bij de ander is het moeten, bij de ander is het... Ja, er zijn zoveel voorbeelden. Um, en, en het is ook vaak niet voelen. Het niet willen voelen. Mm. Uh, dus als je tot rust komt, omdat je eindelijk op de bank zit... na een dag van heel veel dingen moeten... Uh, ja, dat dat het enige is wat je kent om je goed te voelen... Ja, en wat het denk ik ook is, is dat mensen dus overdag al zoveel op discipline doen en de rust te weinig bewaken, dat op het moment dat die stilte er dan is, dat de discipline op is. En dat ze dus voor die makkelijke weg kiezen van het inderdaad niet koken of die chocoladereep eten of die chipzak opentrekken en in dat patroon meegaan. Zie jij dat? Ja, ja, die, ja. Uit, uiteraard. Echter denk ik dat er altijd diepere lagen onder zitten. Dus um, kijk, ja, die discipline, die, die kan je wel hebben. En je kan jezelf... Eigenlijk zou je jezelf kunnen switchen. Hè? One, one snap away. Uh, Om jezelf bij elkaar rapen. Echter. Iets in jou uh, is geraakt... Waardoor het niet kan. En, en omdat we dat niet willen voelen... Gaan we eigenlijk... Een tegendraadse beweging maken. Ja, dus wat je eigenlijk zegt... Of zoals ik het hoor is... Je hoeft het niet altijd op discipline te doen. Als je dus die stukken aankijkt bij jezelf... Als ik kijk naar mezelf ook. Ik wil helemaal geen chocoladerepen opeten. Want ik weet hoe ik me daarna ga voelen. En ik gun mezelf het aller allerbeste. En daarom kies ik ervoor om nou ja, extreem te zijn in mijn voeding. Vandaag de dag is dat extreem. Maar ik denk dat 2000 jaar geleden iedereen op die manier had. Um, maar dan hoef je het niet meer op discipline te doen. Omdat je dus die diepere lagen hebt geheeld bij jezelf. Ja, en wat ik jou dus hoor zeggen is dat jij het jezelf gunt. Hè? Dus je hebt al op een diepere laag gewerkt. Dat je jezelf iets anders gunt. Echter, ja, hij zit ja, op zo'n diepe laag dat we um, ons proberen op te vullen met allemaal dingen die, waar het nu niet om gaat. Die, er zit eigenlijk iets, iets vast op een diepere laag, of het raakt jou aan, waardoor um, je je nu gedraagt zoals je je nu gedraagt. Hè, en of dat nou te maken heeft met eten of niet. Wat mij betreft werkt discipline niet. Gewoon eigenlijk nooit niet. En want discipline is iets wat je jezelf hebt opgelegd vanuit het weten. En als je alleen maar iets doet vanuit het weten, ja, dan hoort het eigenlijk op dit moment waarschijnlijk niet bij jou. En als je het doet vanuit het voelen, omdat het op dit moment voor jou bestemd is of geschikt is of omdat dit de bedoeling is, dan gaat alles heel gemakkelijk. En dus wat mij betreft is discipline niet iets wat, ja, wat, je, wat je nodig zou hebben. Exact. Ik zeg altijd motivatie is onzin, discipline is onzin. Motivatie is hetgene wat je in beweging kan zetten. Daarom gaan veel dingen rondom persoonlijke ontwikkeling die spelen in op die motivatie of die inspiratie. Discipline is dan weer de struggle tussen het lange termijn resultaat en korte termijn plezier. Dus dat is weer vanuit je hoofd. En hetgene denk ik wat je in beweging houdt, is flow, is plezier, is het vanuit het gevoel doen. Ja, Echter, ja, dat, zijn, dat is wat heel veel mensen kwijtraken. Um, ze hebben het idee dat ze juist overal heel hard hun best voor moeten doen. Ja, dat je moet hard daar, werken voor ja, succes. Ja, en daar zijn mensen zo klaar mee en zo moe van. En iedereen wil eigenlijk dat het ja, vanzelf mag gaan, weet je wel? Dat als je denkt van, oh, ik, heb, ja, ik zou eigenlijk wel wat meer klanten willen, dat je denkt van, nou, ik zou wel wat meer klanten willen. En Laat me komen. Volgende, en de volgende dag dat dat gebeurt. Nou, dat gebeurt dus... Bij mij, omdat het nu in flow gaat. Echter, ik heb ook altijd heel hard moeten werken, maar daar was ik gewoon klaar mee. En pas als je echt naar je gevoel gaat luisteren en gaat doen wat de bedoeling is, en dan, ja, en dan heb ik het echt over alle, alle dingen, dus hé, je, voor je werk klinkt dat misschien logisch, ja, of voor je bedrijf, maar voor voeding klinkt dat helemaal niet logisch. En hoe weet je dan wat de bedoeling is? Voor uh, voeding vind ik het dus veel logischer klinken dan voor het bedrijf. Ach, grappig. Dus voor voeding denk ik, oh ja, dan vraag ik gewoon aan mijn lichaam: wat wil je hebben? En dan geeft hij het aan. Dus op een gegeven moment ging ik intuïtief eten. en Dan ging ik op die manier boodschappen doen zonder lijstjes. En dan zei mijn lichaam: bij het groente- en fruitschap. Hierna zijn we klaar. Omdat je in de supermarkt komt en het meeste daar is ook niet het aller, allerbeste voor je lichaam. Toen het ondernemerschap, ik ben dat nu ook op die manier aan het doen. Maar in het begin was ik, ja, maar ik kan toch niet gewoon aan het universum vragen of er klanten komen. En dan komen er ineens klanten. Dat, dat werkt toch niet zo? Dat kan toch niet? Ja, het ligt er wel aan hoe je het vraagt. Want anders kan je klanten krijgen waarvan je denkt, nou daar wil ik helemaal niet mee werken. Dus dan voelt het ook helemaal niet zo. Dus uh, ik zeg altijd wees uh, zuiver in je bestellingen, want uh, be careful what you wish for. Because yeah, you just might get it. Maar ik denk ook dat het een combinatie is van enerzijds het spirituele, dus het vragen wat je wil. Want dan ga je ook krijgen wat je wil, zoals Thiour mooi zegt. Maar ook zichtbaar zijn, zodat die mensen jou kunnen vinden. Ja, en dan ook ja en die heb ik dan weer van jou de mensen niet bloedend op straat laten liggen ja ja, ja hè, want zeker. mensen geven dan hun problemen aan en dan ja en dan als dan je wel een aanbod durft ja. doen dus <laughs> als we kijken inderdaad naar die marketingstrategie van no like trust ja leuk maar uiteindelijk moet je ook een aanbod durven doen ja. en zeggen van oké okay, je vindt me leuk je vertrouwt me je kent me we moeten gaan samenwerken dit is wat ik je kan bieden ja want je hebt ook een hele tijd je gespecialiseerd in sales. Dus dat vind ik ook wel een mooie vertaalslag. Van enerzijds, hé, je bent buikvet specialist. Expert in het gebied van sales. Expert in het gebied van trauma's. Dingen die... ...oogschijnlijk heel verschillend lijken te zijn. Maar als we weer kijken naar de binnenkant... ...dan is het heel erg logisch dat het allemaal met elkaar verbonden is. Dus ik ben ook benieuwd, wat is jouw visie op sales? Ik denk dat wij daar heel erg eenzelfde visie in hebben. Ja, de... Um... De visie op sales is eigenlijk dat het vanuit zelfvertrouwen mag gaan. Ja, punt. Ja. <laughs> um, dus als jij kunt staan in, uh, in wat je verkoopt, of wie je bent, of, um, um, of, of in je product, dan, ja, dan verkoopt het zich vanzelf. Mits je erin durft te staan, mits je er in je waarde durft te staan. Uh, en dit heeft dus allemaal te, met, te maken met zelfvertrouwen. En wat ik merkte toen ik uh, me profileerde als salescoach, is dat ik eigenlijk alleen maar met mindset bezig was. Ja. Dus sales is dan die buitenkant. En net zoals buikvet is de buitenkant waardoor je binnenkomt bij de mensen. Ja. Maar wat je aan de achterkant geeft is iets totaal anders. Ja, en um, wat ik het voordeel vind uh, ten opzichte van buikvet is dat um, mensen zich sowieso beter gaan voelen. Dus er is altijd resultaat. En je ziet, je ziet de lichamen ook veranderen. Je ziet de mensen ook veranderen. Het resultaat is veel zichtbaarder. En, en bij sales is het dan toch zo van, ja, je koopt het resultaat. Je wil namelijk dat ja, je meer verkoop doet of dat je omzet omhoog gaat. Echter zijn er zoveel mensen die zichzelf saboteren. Dus vind ik het eigenlijk vervelend om dat resultaat te beloven. Dus ik als salescoach beloof jou... Dat, uh, dat je, je bedrijf... omzet verdubbelt. Ja. Of... Terwijl ze vaak nog door hele andere lagen heen hebben te gaan, waardoor die sales pas nou, een jaar of twee jaar later, of drie jaar later misschien zelfs pas zichtbaar gaat zijn. En, da en dat is de reden waarom ik toen, ik was ook zwanger. Nou, dan toen je zei ik zit dan echt helemaal bij mijn gevoel. En toen dacht ik echt dit heb ik echt los te laten. Kijk, ik ben er hartstikke goed in. Ik help mensen er graag mee. Dat Betekent niet dat je het moet doen hè. Exact. Dat was bij mij in de topsport. Ik was heel goed in de powerlift en dan mensen echt zeiden toen ik op het podium stond van ja, waarom waarom stop je? Ja, dat is niet mijn roeping. Het is niet waar ik in geloof. Ja. Dat is denk ik ook het belangrijkste in het ondernemerschap. Waarom je dus weer goed bent in het verkopen van je producten of diensten. Omdat je er 200% in gelooft. Omdat je je hand ervoor in het vuur durft te steken. Ja, zeker, 100%. En dat heb ik ja. ook bij mijn eigen coaching. Als ik dat aan mensen aanraad, dan meen ik het ook echt. Maar als ik het niet meen, dan vertel ik het ook. Ja. Dus ik ben vandaag nieuwe schoenen gaan kopen. En we waren eerst in een winkel. Mijn zusje die wilde eigenlijk hardloopschoenen kopen. Ik had allemaal niet de intentie om nieuwe schoenen te kopen. Dat heb je altijd bij vrouwen, denk ik. Maar ja. mijn zusje die had wel echt een missie, die wilde nieuwe hardloopschoenen. Dus wij gingen een winkel in en ze vroeg, joh, kunnen jullie me helpen om hardloopschoenen te kopen? Het zei ja heel eerlijk, nee. We hebben hier geen hardloopschoenen, dus je kan beter naar die winkel gaan en daar hebben ze het wel. Maar als ik kijk naar hoeveel ondernemers het doen, die zeggen dan, ja natuurlijk, we hebben alles. We hebben alle soorten schoenen, we hebben hakken, we hebben hardloopschoenen, we hebben bergschoenen, maar we hebben ook kleding en we hebben ook ja, de, de, eten, drinken, uh, babywagens. Die durven ook niet specifiek te zijn in, oké, okay, maar waar geloof je nou echt in? Wat verkoop je nou het allerliefste? Ja. Ja, ik verkoop het allerliefste. Zelfvertrouwen en zelfliefde. Oh ja. Ja. En of dat, nou, of dat nou nodig is om je sales vooruit te laten gaan... of omdat dat nou nodig is om dat buikvet eindelijk weg te laten gaan... dit is, dit is wat het is. Echter, we hebben er wel ja, een ingang uh, marketingtechnisch voor te hebben. Precies, waar gaan mensen jou op vinden via Google... of waardoor voelen ze zich aangesproken? Ja, bij mij is dat uitstelgedrag. En bij jou is dat dan het buikvet. Zeker, ja. ja. En ik ben ook benieuwd, heb jij altijd dit fitte, slanke, gezonde lichaam gehad? Of is er bij jou ook een bepaalde pijn geweest waardoor je dacht... ja, ik ga me focussen op het buikvet? Ja, wel een leuke vraag. Uh, ik moet zeggen, ik ben gezegend met een uh, heel uh, slank en atletisch lichaam. Als, uh, als kind ook al. Uh, ik heb ook topsport gedaan uh, op de balletacademie... Uh, toen ik echt nog maar er, uh, tien jaar was. Uh, dus... Uh, mijn lichaam altijd al geprezen om wat, het, uh, om wat het kon en hoe het eruit zag. Dus ik ben altijd heel blij geweest met mijn lichaam. En pas later heb ik ook uh, ontdekt dat je je lichaam naar de vernieling kan helpen. <laughs> Zo had ik uh, in mijn uh, begin twintiger jaren een paar jaar op Aruba gewoond. Uh, nou ja, en daar uh, vond ik dat de alcohol rijkelijk mocht vloeien. Mm -hmm. En uh, daar kreeg ik wel echt een pens van. En gelooft hij uh, dat ook, dat je van alcohol dik zou worden? Ja, en eigenlijk denk ik dat ik dat tot voor kort altijd nog, uh, nog denk. Uh, echter drink ik als ik niet zo lekker in mijn vel zit. Ja, precies. Ik was er ook over nadenken bij jou. Van, ik heb altijd de overtuiging gehad dat ik super sterk was. Of ben. Mijn bijnaam vroeger al was oersterke nul. Mijn bijnaam was nul van Engeltje, omdat ik zulk wit haar heb. En jij hebt dan ook de overtuiging gehad van ah, ik heb een supergoed lichaam, want ik ben aan het dansen. Dus dat je dat misschien ook op die manier gaat manifesteren. Mijn bouw is zo anders dan van mijn zussen. Terwijl we hebben dezelfde genen. Ja, hoe kan dat? Ik denk echt omdat we dus andere overtuigingen hebben over Zeker. ons lichaam. Ja, en dit is ook waar de hele epigenetica om, over gaat. Uh, dat wil zeggen dat het invloeden van buitenaf zijn. Ja, dus je wordt beïnvloed door je omgeving. En dan kan je nog dezelfde ouders hebben, dezelfde opvoeding, in hetzelfde huis. Maar 45% of zo. En 40% is uh, je leefstijl, en dan 5% is uh, toeval. Ja ja, want er zijn zoveel tweelingstudies. Ja, als je die, dan dan denk je van, oh ja, eigenlijk is het gevaarlijkste wat je kan denken, het zit in de familie, dus krijg ik het ook. Ja, want daardoor krijg je het helemaal niet door je genen, door exact. die overtuiging. Ja, dus het is echt uh, indoctrinatie. Ik hoor dat ook vaak bij mensen die bij mij komen. Ja, ik zit niet in een ondernemersfamilie, dus ik weet niet of het erin zit. Denk ik, ja, ik ook niet. Ik, uh, mijn, mijn familie zit zo vast in het systeem als het maar kan. Ja. En niet dat dat erg is, maar ik geloof dat iedereen zich daaruit kan breken. En niet alleen maar voor een net aan voldoende, maar voor een negen of een tien. Ook als ik kijk naar jouw familiesysteem, heb je denk ik daarin ook andere overtuigingen. Bijvoorbeeld over voeding meegekregen of over het praten over emoties. Ja, zeker. Je bent deels Indo. Dat, ja. uh, heb je ook veel research naar gedaan? Zou je daar wat over willen delen? Ja, ja. ja je bent dus Indo. Ja. Je, ben, je bent niet deels Indo. Indo. Half. Nee, ik voor jou ook geleerd. Ja. Indo betekent dus eigenlijk al dat je gemengd bent. En um, ja, ik werk met uh, familiesystemen en familieopstellingen. Uh, en uh, ja, daarin is uh, je plek is het allerbelangrijkste. En, en dus ook je roots. En dat geldt dus ook voor, uh, voor luxe mensen. Um, je roots, ja. Waar zijn die dan? Weet je, waar is jouw grond? Waar is mijn grond? Wat is letterlijk en figuurlijk? Wat is mijn plek? En mijn moeder is geboren op een uh, plek wat ja, ja, niet meer bestaat. Um, waar ze zijn weggejaagd. Waar ze op de boot is gezet uh, toen ze zeven jaar was. Um, en met buiktiefes vanaf is gekomen. Echt vreselijk. Ze heeft een paar maanden in quarantaine gelegen. En zonder haar moeder, want die lag te bevallen. Dus uh, ja, dat zijn wel heftige trauma's die uh, in mijn familiesysteem zitten en daarvoor. Hè, want uh, mijn opa heeft bijvoorbeeld gewerkt aan de Burma Spoorlijn. Uh, zijn uh, moeder is vermoord in de Perciap. Uh, nou ja, dat zijn natuurlijk gewoon zware familietrauma's die ja, wel in ons systeem zitten. En, ja, en, en wat dragen we daarvan nu nog? Um, wat he, heeft mijn oma niet kunnen afmaken? Of nee, Het is mijn achter- nee, overgrootoma. Wat heeft zij niet af kunnen maken? Uh, omdat ze vermoord is. Um, ja, wat heeft mijn opa allemaal niet uh, kunnen doen? Mijn opa en oma zijn overigens getrouwd met de handschoen. Dat wil zeggen dat ze aan elkaar beloofd zijn. Nou, toen was mijn oma 17, 18. Nou, dat heeft nog niks met liefde te maken. Nee. Dus ja, wat... Um, wat, dat, wat doet dit allemaal in het in het huidige leven met mij? Uh, en dat veel mensen dat ook niet weten, wat voor een impact eigenlijk de familietrauma's maken op wie wij vandaag de dag zijn, dat wij dat ook bij ons dragen. Ja, ja. dat zie je waarschijnlijk ook in familieopstellingen van je, klanten, je klanten voorbij komen, maar heel misschien ook veel. bij jezelf. Ja, ja dus wat, wat er bij mezelf um, ook aan de hand was, is één, mijn innerlijk kind was zo verdrietig hè, dat ik er niet kon horen. Um, ik stond op de verkeerde plek. Uh, ik stond namelijk op de plek naast mijn vader. Nou, dat is de plek van je moeder hè, als partner. Uh, en mijn moeder stond lijnrecht tegenover ons. Uh, dat wil niet zeggen dat ik mijn moeders plek wilde nemen, maar er is wat geschoven in, ja. in het familiesysteem zonder dat iemand dat doorheeft. Maar dat maakt wel dat ik vanuit die plek altijd heel hard heb moeten werken. En pas na een familieopstelling, nadat ik dus terug ben gegaan op mijn plek als dochter en mijn ouders weer naast elkaar kon zien, ondanks dat ze gescheiden zijn. Is er bij mij echt een mega verandering geweest. Uh, en dat merk ik zowel um, privé. Hè, en ik merk het ook aan mijn kinderen. Ik merk het aan mijn partner. Ik merk het enorm aan mijn bedrijf. Want dat is echt helemaal uh, ja, in een stroomversnelling gegaan daarna. Bijzonder hè, wat er gebeurt als je weer op je plek gaat staan. Ja, dus is echt uh, zo belangrijk. En uh, ja, ook um, ben ik meer op mijn plek gegaan. Gaan staan als partner. He, dus meer uh, in, de, ja, in de vrouwelijke energie zoals wij het uh, vaak zien. hebben. Ik je dat het zegt, ja. van, een beetje oncomfortabel. Oh, ja. Ik denk dat wij allebei wel powervrouwen zijn die makkelijk kunnen knallen, rammen, beuken. En dat de uitdaging juist meer ligt in het... Leunen op je partner, het ontspannen in die vrouwelijke energie. Ja, precies. Dus ik oefen ook echt. Hè, dat Hoe man, oefen jij? Ja, ik ga dus gewoon letterlijk naast mijn partner zitten en tegen hem aanleunen. En dan moet ik dus zorgen dat mijn man rechts van mij zit. Hè, als je dit uh, mee oefent. Ja. Aan zijn hartkant. In, in bed zijn we systemisch goed gaan liggen. Dus hij ligt rechts. Als, je, als hij op zijn rug ligt, ligt hij rechts van mij. En dat dichtst bij de deur? Nou, dat. Uh, ja, toevallig lukt dat bij ons. Maar het gaat er dus voornamelijk om dat hij uh, rechts ligt en ik uh, links. Ook als we buiten lopen, probeer ik aan de linkerkant van hem te lopen. Zodat je systemisch ook, uh, ja, ook goed zit. Ook aan tafel zitten wij op de juiste volgorde. Dus Jonathan zit aan het hoofd. Ik zit aan de linkerkant naast hem. Mijn oudste zoon zit naast mij. Aan de overkant zit mijn. Middelste zoon, en dan daarnaast zit mijn uh, zit, zit de jongste het dochtertje. Tenzij ik mee kom eten. Ja, ja maar je mag er overal tussen zitten. Al ja. en, en wat je dus bijvoorbeeld ziet, en dat zie je ook in het gedrag van mijn uh, middelste kind, uh, mijn zoon Eden, die gaat graag op de stoel van papa zitten. Maar je ziet het echt letterlijk en figuurlijk. Hè. Dus als wij niet aan tafel zitten, dan pakt hij altijd de stoel aan het hoofd en daar gaat hij zitten. En als we. Um, aan tafel zitten, dan, zegt, dan spreekt hij zijn vader ook aan uh, op als uh, onze dochter dan niet op haar stoel zit. Hè, dan vindt hij dat hij dat moet regelen. En dan gelukkig zegt mijn man ook, hé, hey, dit is niet jouw rol. Is dat iets van de middelste, wat je vaak dan terug ziet komen? Nee. Niet per se. Ik denk, nee. nee. Mijn oudste zoon kan het ook wel doen, maar hij probeert wel echt zijn ja Zijn stoel te pakken of zo, echt letterlijk en figuurlijk. Ja. Hè? En hem ook echt wel op dingen te wijzen. Maar sowieso, hè? kinderen zijn spiegels. Dus ja. ze wijzen ons alleen maar op, uh, op wat, we, wat we nog aan te kijken hebben. Dus uh, ja, dat is, altijd, uh, dat is altijd leuk. Maar ja, dus door systemisch uh, correct uh, te zitten of uh, uh, even te leunen, uh, kun je dus ook gewoon oefenen wat je plek is. En wat uh, in, in de familieopstelling die ik dan heb gedaan, ook heb meegekregen, is dat als mijn moeder komt. Dat ik best wel ja, haar dankbaar mag zijn. Dat ik best wel voor haar mag buigen. Uh, om te zorgen dat ik weer op mijn plek. Of tenminste, dat ik op mijn plek blijf staan. En dat heeft niks met dienstbaarheid te maken. Maar gewoon echt met overgave aan jouw, uh, aan jouw plek. Dus dat familiesysteem is zo helend op zoveel lagen. En ja, het mooiste vind ik eigenlijk. Uh, het, ja, de kind, mijn kinderen. Echt waar ik ook kom met mijn kinderen, de meeste mensen zeggen van, oh, wat heb je bijzondere kinderen? Ze zijn heel sereen. Mijn jongens zijn wel lekker druk en aanwezig. Maar eh, er gebeuren geen rare dingen, slaan elkaar de hersens niet in. Uh, ja, ze zijn heel leuk met z'n drieën. De, de jongens zorgen voor, voor onze, onze dochter, die is pas 2,5 en die jongens zijn al groot. Dus het is gewoon. ja, ze zijn zo relaxed, en ook met de emigratie naar Curaçao. Ze zien dat allemaal zitten en ze vinden het allemaal leuk. En ze hebben gewoon zoiets van als we bij jullie zijn, dan kan ons niks gebeuren. Dan is het goed. Dus er werd die safe space voor zich gecreëerd. En ja. ik denk ook wat ik bij jou, volgens mij heb je dat in de podcast bij Martijn gezegd: van jij staat op één, je relatie op twee. En de kinderen staan op drie. En wat ik vaak zie bij moeders is dat ze dat helemaal andersom doen. Ja. De kinderen op één. Dan denk ik de partner op twee en zij zelf ergens op plekje nummer tien of zo. Ja, ik zeg altijd, ze hangen, nee, ze bungelen onderaan de voedselketen. Ja, ja eh, dat vind ik echt heel erg. En ik kan ook uitleggen waarom ik mezelf op één zet. Nou, als je in het vliegtuig gaat zitten dan uh, en de luchtdruk valt weg, dan zal je toch echt eerst zelf het zuurstofmasker op moeten zetten om anderen te kunnen helpen. Nou, zo, zo kijk ik er echt naar. Dus als jij goed in je vel zit, dan kan je er zijn voor iedereen. Ja die in dit geval afhankelijk van je is of op je rekent. En waarom het belangrijk is om je partner weer boven je kinderen te zetten, is omdat jij en je partner zijn die veilige haven, die safe place, die dat baken waar je kinderen op te leunen hebben. En je kinderen die zijn het product van de liefde die je hebt met je partner. Dus ik denk dat ze dat ook meer ervaren als jij je partner op twee zet. Ja, en het is zo fantastisch als... Als Jonathan en ik elkaar een knuffel geven of een kus, dan is er altijd een kind die ja, op ons afrenten tussen wil. Um, ja, die liefde trekt gewoon zo aan. En dan merk je ook gewoon dat een kind op zijn aller, allergelukkigste is. Ja, een kind wil helemaal niet op één staan. Je moet, ik heb zelf geen kinderen hoor, maar ik zie dat wel gebeuren. Dat als je kinderen te belangrijk maakt, dan krijgen ze ook een hele grote taak om te dragen. Dus mijn moeder die zei altijd tegen ons van ja, jullie zijn me alles. En dat voelde een hele zware last om te dragen van oké, okay, ik moet dus mijn ouders gelukkig maken, want ik sta op de eerste plek. In plaats van dat ze zelf op de eerste plek staan. En de relatie natuurlijk op de tweede plek. Ja, ja en, en, en daarover gesproken. De, de reden ook dat wij naar Curaçao verhuizen, is voor mij ook om mijn kinderen te leren dat, ja, dat je die vrijheid hebt, dat je um, je leven kan opbouwen waar je wil. Als je maar. Ja, met elkaar bent um, en op jezelf vertrouwt. Dus wat ik, wat ik ze graag wil meegeven. is dat zij. Um, mogen leven buiten alle verwachtingen. Dus in dit geval hebben we het vaak over het systeem. Hè, maar dat ze ook mogen leven buiten mijn verwachtingen. Ik weet ook dat het risico heel groot is. dat mijn kinderen niet op Curaçao zullen wonen. als ik daar wel woon, omdat er is niet alles is. Dus, um, ze zitten nu nog op de basisschool. De middelbare school is daar ook nog, ja. En ik geloof dat er een universiteit is. En willen ze wel naar die universiteit of willen ze überhaupt gaan studeren? Ja, mij maakt het niet uit. Echter, uh, heel veel uh, kinderen uit de Caribbean, ja, Aruba, Bonaire, Curaçao, die gaan voor hun vervolgstudie naar Nederland of naar Amerika. Dus de kans dat je kinderen gaan reizen als jij daar woont, is heel groot. Dus dat je kinderen niet op het eiland wonen... of he, dat wij weer ergens anders gaan wonen. En ja, je maakt wel um, wereldburgers van je kinderen. Dus ik had het laatst ook met Johan het andere over. Ik zeg, ja, we beseffen ons wel dat de kans... dat we dadelijk met z'n allen, als, ook als zij groot zijn en kinderen hebben... met z'n allen in hetzelfde land wonen, is echt heel klein. Ja, je plantje nu, hè? Ja. En toch vind ik het belangrijk om ze mee te geven... dat zij mogen kiezen. Dat uh, alles wat zij willen, dat dat, ja, dat, dat oké okay is. Mits ze naar zichzelf luisteren. En, ja, en ze mogen hun eigen lessen leren. Ik leer uh, toevallig ook heel goed door eerst met mijn kop tegen de muur te lopen. <laughs> Precies. Vanuit die pijn leer je het beste. En ja, ik mag het eerst ervaren om, um, om te zorgen dat, het, uh, ja, dat ik er wat van leer. Of dat ik uh, weet wat ik dan wel te doen heb. Want ik denk ook al die wijsheden die jij nu hebt en die ik heb, die hebben we gekregen doordat we de andere kant van de medaille hebben gezien. Dat is misschien ook mooi voor de luisteraar, in welke situatie je ook zit. Maar dat je juist die pijn uiteindelijk kan gaan omzetten in je passie. En daarmee dus nee, jezelf, maar ook anderen kan gaan helpen. Ja. Dus het, het kan ook een gift zijn. Zo ja, zie ik het wel zeker heel erg. Ja, ja, al heb ik van de week wel echt getwijfeld. Dat ik dacht: oh, waar ben ik aan begonnen? Want ja, ons huis was niet verkocht. Nou, wij helemaal in de rats. En toen dacht ik echt: Jeetje, weet je wel, alles voor elkaar, de tickets hadden we bijna geboekt. Wat heeft het universum mij te vertellen? Ja. Dat het huis nu niet is verkocht. Mogen we niet gaan? Gaat een van de kinderen daar ongelukkig worden? Uh, gaat het daar niet werken of niet stromen? Of, uh, of komt er binnenkort een orkaan en mogen we nu niet dood? Of nou ja, er gaat echt van alles door je hoofd. En. Uh, toen sprak ik uh, een vrouw die hier bij mij op de familieopstellingdag uh, was. En uh, was ook een, die werkt ook op de intuïtie. En die zei van, ja, volgens mij heb jij nog iets groters te doen hier in Nederland. En toen dacht ik, ja, ik ben eh, nou, nog, nog niet zo heel lang geleden begonnen met familieopstellingen dagen geven. En ze zitten gewoon allemaal vol. Dus elke keer als ik een nieuwe datum heb, gaat die vol. Dus toen dacht ik ook, oh, nou, ik weet heel duidelijk wat ik te doen heb. En toen dacht ik, oh, heb ik dus blijkbaar nog zoveel mensen hier te helpen dat ik dus niet weg mag. Ja. Dus ja, dat soms dan, ja, beangstigt het. dat je denkt van, oh, nou wil ik iets en dan, ja, wat wil ik dan? Weet je wel, ga ik, ga ik doen wat, eh, wat mijn missie is of wat op mijn ja. pad ligt? Of ga ik dan toch dat wat ik al heb gekozen? He? En ook je dat tegen toch doorzetten. Nee. Je ja. toch doorzetten. Gaat dat dan toch. Dus ook hierin, ik ga weer in volledige overgave. Het huis is dus nu niet verkocht. En we gaan dus pas naar Curaçao als het huis is verkocht. Dus wat gaat het universum mij nu vertellen? Wat ja, ik te hoe doen lang heb? mag je nog in Nederland blijven van het universum? Ja, of, of, of mag, mag ik misschien nou helemaal aan. niet weg? Ja. Maar ja, vind ik vind dat wel een beetje. Ja. Ik, ik voelde me ook niet. Ja, ik, ik voelde me aan de ene kant wel dat je weg zou gaan. En ik merkte, ik ben natuurlijk op een van jouw dagen geweest. Dat ik dacht: Wauw, het is echt. Ja, dat. dat, dat die doet natuurlijk samen met Nens. Dat dat zo'n krachtige combi is. Dat je zoveel te bieden hebt voor die vrouwen die je dan begeleidt. of die mannen die je dan één op één veel begeleidt. Dat is uh, prachtig werk wat je verricht. En dat is ook een schakel of een switch die ik heb gemaakt. Vroeger zette ik mezelf op één. Dat doe ik nog steeds hoor. Maar ook mezelf op plekje één, twee en drie. Dus dan, als ik mensen coachte, dan was dat een beetje vaag tussendoor. En, en op mijn eigen voorwaarden. En steeds meer ben gaan kijken van, ja, maar wat vraagt mijn pad van? Hoe kan ik mensen echt zo goed mogelijk helpen? En daar wat concessies dus in gedaan. En daardoor haal ik ook nu veel meer voldoening uit mijn bedrijf. En stroomt het ook veel beter, omdat ik daarin op mijn pad loop. Ja, maar je hebt dus wel echt ja, te kiezen. Ja. En, en te gaan ook op dat, uh, op dat pad. Soms ook, dus als het wat anders vraagt van je. Dus hè, wij hebben besloten om naar Curaçao te gaan, maar... ja, is dat de bedoeling? Ja. Dus dat, dus daar gaat... dat besluit ook met je hoofd, denk je? Of met je hart? Of? Nee, kijk, het voordeel... van dat de koop niet doorging... is, kijk, we hebben natuurlijk eerst... Uh, echt flink zitten balen. Ik kan er nog om janken. Ze komen niet. Maar ik kan er wel om janken. Nee. En wat, wat je dan kan doen is van... Ja, wat, heeft, wat heeft het met dit te vertellen? En dat heeft gemaakt dat we ook echt... Nou, we zijn samen in bed gaan liggen en we zeiden echt, ja, het is gewoon echt kut. Ja, het is gewoon echt kut. Oké. Okay. Wat wil dit ons vertellen? Ja. Hebben we te gaan, ja of nee? Nou, we hadden allebei geen antwoord. We zijn allebei heel intuïtief, voelen het aan ons buik, maar we kregen geen antwoord. Oké, okay. dat is dan blijkbaar niet de vraag. Dus we hebben een uh, visualisatie uh, opgezet, uh, leef je, droomleven geloof ik. En nou, dat deden we in bed en uh, we zijn allebei gaan visualiseren in slaapgevallen. Dus dat was helemaal prima. En ik werd toch te wakker en ik zeg, ja, ik weet niet hoe het met jou zag, zat, maar ik kan alleen maar strand zien. hij zegt, ja, nou, dat heb ik ook. Okay. Ik zeg, oké, okay, nieuwe dag, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Wat nou, als we hem nu weer opzetten en we doen het weer? Oké, okay, nou wij weer die visualisatie opgezet over droom je leven en we blijven palmbomen en stranden zien. En ik zie ook voor me dat um, ik familieopstellingen geef onder zo'n palappa. Dat is zo uh, eigenlijk zo'n hele grote parasol met, ja, met gekleurde doeken. En het lijkt me het einde omdat gewoon. Eigenlijk, eigenlijk wilde je naar Bali toch? Eigenlijk wilden we naar Bali, ja. ja. Vanwege de green school. Ja. Maar ja, daar is het allemaal uh, geprikte, geprikt ja, feest. Precies. En je komt er wel in. Maar uh, ja, stel je voor dat er wat gebeurt met familie, dan wil je ook meteen in het vliegtuig terug kunnen zitten. En als je dan eerst nog even een uh, vals uh, papiertje moet regelen dan uh, ja, en niet zeker weet of je terugkomt. Ja, dan zit je wel in een gouden kooitje. Ja. Dan kan het daar wel mooi zijn. Maar dat was niet mijn bedoeling van het uh, van het emigreren. Dus um, ja, dat hebben wij ook uh, gedacht. Van ja, moeten we dan, is, is, is het dan een ander land waar we ja. heen hebben te gaan? Of uh, ja, of staat hier nog wat te gebeuren? Nou, ja. Mooi. Ja, dus uh, nou ja, goed. We hebben in ieder geval nog wat uh, live uh, evenementen gepland. Omdat ik dacht, nou ja, dan moet ik ook maar doorpakken. Dus ik heb bijvoorbeeld nog twee familieopstellingen dagen gepland. En nog samen met Nens een uh, gewilde vrouwdag en een uh, retreat. Nog allemaal in mei. Dus um, ja. En dat, en dat stroomt. Dus dat, heeft, dat is dan blijkbaar de bedoeling. Uh, ja, dus uh, dat is uh, waar ik me dan aan overgeef. Ja. Want als je ondernemer bent en je merkt eigenlijk dat je sales dus niet stromen, wat, wat vertelt dat je, stel je zou dus iets hebben en de sales lopen voor geen meter? We hebben toen ook, we bij SAN hebben, we hebben, we hebben, we hebben, we hebben die opstelling samen gedaan. Toen waren we als representant, dat je ook de vraag had van mag ik iets wel of niet lanceren? Ja. Stel hè, je had het wel gelanceerd. Ik uh, stond ook symbool voor de wel. Ik snap ook waarom. Ja. Dat is misschien wel even leuk om wat context eraan te geven. Ja. Uh, um, we waren allebei bij een um, familieomstellingendag voor je bedrijf. Ja, bij Sanne van Pasen. Sanne van Paasen Ik ben ook Pasen. de gast geweest in deze podcast. Ja. ja. En um, mijn vraag was uh, of, ik, uh, of ik nog een programma rondom buikvet. Uh, ik heb een online programma. Of ik dat nog een keertje zou her herlanceren. En daar coachingstrajecten aan zou verbinden. En dat, hè, dat was toen nog, um, ik denk, eind het einde van het jaar. Ja, december. En ik dacht, nou, dan ga ik dat van januari tot en met maart doen. En dan, nou ja, dat had ik bedacht. Maar ik, ik dacht echt van, ja, is dit nou wat ik te doen heb? Of is het te groot? Of blaas ik het dan weer op? Of, um, of is dit mijn bedoeling wel? En toen heeft Sanne gezegd, nou, ga maar zitten met je vraag. Uh, is het de bedoeling? Ik weet niet meer wat precies mijn vraag was, maar het was meer van ga, ga, ga ik een lanceren? lanceren? Ja, ja of nee? Nou. Of een andere optie. Ja, en uh, ik mocht, mocht ook echt even buiten de zaal, want ik mocht niet zien wie welk antwoord was. En um Blijkbaar had uh, Isabel zich uh, opgeworpen als uh, ja, je mag, je la je mag lanceren. <laughs> en een andere uh, vrouw. Dat voelde ik ook eigenlijk. Ja, kom, let's lekker go. Ja, knallen met die ballen. <laughs> en een andere vrouw die um, stond voor nee. En er stond nog een man in, uh, in, in de hoek uh, en die stond voor iets anders. Nou, het enige wat je dan doet is: nou ja, in dit geval kwam ik dan terug in de zaal. En ja, ga maar voelen. En toen dacht ik echt: oké, okay. ik, zag, ik zag Isabel staan en die stond in het licht. Toen dacht ik: oeh, dat ziet er wel aantrekkelijk Verleugd, uit. Ja. <laughs> dus ik dacht ook: ja, zal ik daarheen lopen om mijn antwoord te gaan ophalen? En toen keek ik naar die andere dame. En toen dacht ik: jeetje, maar dit is, maar dit is echt aantrekkelijk. Het ziet er misschien niet per se. Saai. Ja. Het voelde, niet als, uh, het voelde niet als Iris, maar uh, ja, ik dacht toch... Ja. En, ik, en ik keek naar die meneer in de hoek en die was heel zenuwachtig en die stond te doen. En die wist ook niet waarom die dat aan het doen was. En, uh, dus ik liep naar haar toe en toen zei ik... Ik keek haar aan en toen zei ik... Uh, vraag eigenlijk niet verder, ik weet het antwoord al. Jij bent... Nee, ik heb het niet te doen. Ja, zegt ze, dat klopt. Nou, toen had ik mijn antwoord. Zo snel kan het... Uh, zo snel kan het gaan. En vaak werk ik ook op, uh, op uh, briefjes. Zo schrijf ik voor mezelf uh, de antwoorden op. Dan uh, leg ik ze andersom. Dan stel ik mezelf de vraag. Uh, en dan zorg ik wel dat die of gesloten is. Of uh, bijvoorbeeld twee verschillende bedragen. Uh, en dan uh, ga ik erop staan. Leg ik mijn hand op mijn buik. En als ik dan naar voren beweeg. Dan weet ik dat het antwoord ja is. Als ik naar achteren beweeg. En die, en die beweging is heel subtiel. Ja. Dan weet ik dat het. Dat dat niet het antwoord is. Nou, dan ga ik dat zelf op, de, op het andere briefje staan. En dan check ik hetzelfde. En uh, eigenlijk klopt het altijd. Dus ik gebruik heel vaak uh, deze gesloten vragen. Om te kijken of dit, uh, of dit voor mij de bedoeling is. Nou moet ik wel zeggen, ik weet niet of je bekend bent met Human Design. Zeker. Maar ik ben een generator. Dus, <laughs> dus wij kunnen dus ook dingen aan onze buik vragen. Als je meer wil weten over human design, ik kijk er alleen maar naar eh, bij mijn coaches omdat ik dan weet hoe ze beslissingen maken, maar ik weet er niet alles van. Dus uh, uh, volg daarvoor Sarah Leers bijvoorbeeld als je daar meer over wil weten. Die is daar ook gespecialiseerd. Ja, in. Um, ja maar ik gebruik het wel vaak voor um, ja, om, om beslissingen te kunnen nemen en uh, ja, je weet dan ook uh, uh, hoe je werkt en ook door wie je getriggerd wordt. Mijn moeder is bijvoorbeeld een projector. Oh. <laughs> heel ander type ja, ja. dus uh, en, uh, en mijn kinderen zijn uh, een manifesting generator en een manifester uh, dus uh, nou daar ga ik nog leuke uitdagingen mee krijgen want uh, zij hebben ons uh, ja nieuwe impuls te brengen hè, als generators ja leuk ja dus dat is uh, interessant om te weten hoe je beslissingen maakt maar ja ik eh, omdat ik dus een generator ben, weet ik ook dus dat een gesloten vraag met ja nee voor mij werkt. Omdat ik dan voel of het ja of nee. Ja, en zijn. dat je dus van tevoren gaat bepalen van ga ik dit überhaupt doen met bepaalde ideeën. Dat ik vaak ondernemers, die hebben een idee en die gaan er meteen achteraan. En dan werkt het niet helemaal. En dan stroomt het niet in de sales of in de aanmeldingen. Maar dat je eerst even een stapje terug doet: van moet ik dit überhaupt gaan doen? Ja, nou, dat, dat voel ik. Het eerste, zoals je zei van oké, okay, uh, ik bedenk het. Uh, Startschot en gaan, dat, dat is de oude Iris. Ja, omdat, ja, dan had ik altijd het idee van, nou, daar geloof ik in, dus gaan. Ja, en vanuit motivatie kom je dan in beweging? Precies. Inspiratie en vanuit, vooral vanuit inspiratie kwam ik dan in beweging. Ja, en nu, nu check ik het dus eerst met mijn, uh, met mijn gevoel. Is het de bedoeling, of uh, het kan ook zijn dat zodra ik het zeg, dat ik heel duidelijk in, in mijn buik voel: <laughs> ja, dit is wat ik te doen heb. Ja, en ik denk dat we ook bang zijn dat als we te lang wachten, dat die motivatie weg is. En bij mij wacht ik daarom ook vaak er eventjes mee van: oké, okay, als een idee dan vaker opkomt, dan is het waarschijnlijk de bedoeling. En dan als ik het volgende week nog steeds vind, ja, dan komt het wel in plaats van vanuit die motivatie, maar ergens ook angst van: oh, ik moet nu in beweging gaan zetten, want anders is het te laat. Ja. dan zit je er ook al met de verkeerde energie in. Ja, soms is het wel lekker om momentum te pakken. Maar, ja. Um, ja. maar je kan jezelf ook weer erin vastzetten. Dus als ik in mijn zomer iets ga creëren, en dan moet het allemaal snel, snel, snel. En ik zit erna in mijn winter en dan stroomt het helemaal niet meer lekker. Ja, dan snij je jezelf een beetje de vingers. Ja, of je neemt hem juist je winter mee. Ja. Om, om hem dan juist te integreren, omdat je dan naar binnen gaat. En in de zomer en winter hebben we het niet over de seizoenen. De echte zomer en winter, en? maar de mannelijke en vrouw, de vrouwelijke seizoenen. Maar ik had vroeger bijvoorbeeld, dan bedacht ik vanuit motivatie in mijn lente, oh ik ga een challenge organiseren. En over twee weken, dan ga ik hem ook lanceren. En dan moet hij online. En dan, nou ja, dan zat ik precies in mijn winter. Dan... Lukt het wel qua aantal aanmeldingen. Maar dan was de challenge was, nou, net niet, vind ik. Ja, ja. ja, en om een beetje context te geven. De winter is de, de week, of de week, de dagen dat je menstrueert. De herfst is die week ervoor. Dus dat zijn de ja, vaak de, 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 de twee um, periodes dat je minder energie hebt en veel meer naar binnen gericht bent. En in de lente, nou ja, dan heb je dus zin om de bloemetjes buiten te zetten. En in de zomer heb je helemaal zin om te knallen. Dus dat zijn de Twee kan je ook makkelijk lange dagen maken? Ja, dan zou ik werken. Na je uh, menstruatie, dan, ja, dan zou je dus inderdaad. Uh, ik heb dat wel. Dan werk ik met liefde in het weekend. Terwijl door de week, Of in, in mijn winterperiode denk ik, nou ik kan wel vier dagen weekend gebruiken. Ja, en, en dat uh, hebben wij ook te doen als vrouw zijn. Ja. De maatschappij is natuurlijk ook niet ingericht op vrouwelijke energie, maar echt op de mannelijke cyclus. En die duurt 24 uur, waar een vrouwelijke cyclus een maand duurt en de seizoencyclus eigenlijk een jaar. Ja, en dan ook nog... de maanden zijn ook nog mannelijk ingericht. Dus wij hebben eigenlijk maanstondes. Dus we hebben, um, een maanstand duurt 28 dagen. Dus je hebt eigenlijk 13 maanden in een jaar. En dus de vrouw heeft ja. 13 maanden in een jaar, niet 12. Nee, precies. Uh, dus je gaat van, van nieuwe maan naar nieuwe maan... van volle maan naar volle maan. Uh, dus wij hebben eigenlijk veel meer mee te bewegen daarmee. Dus uh, ja... Uh, als vrouw zouden we dus inderdaad tien dagen kaart kunnen, kunnen knallen om te vervolgens, nou, ik denk een, da een dag of zes, zeven, gewoon even niks te hoeven. Ja, en dan zouden we ook inderdaad niks hoeven te doen. Ik hoor wel eens in loonies mensen zeggen: ja, je moet vrouwen bijvoorbeeld geen manager maken, want die zijn hartstikke gek. En dan denk ik: ja, logisch, want ze gaan werken op een moment dat ze niet zouden moeten werken. Is het zelfs alsof je mannen in de nacht laat werken, dan presteren ze ook niet op de top van hun nee, kunnen. Nee, zeker niet. En. Wat wel interessant is, is dat als je dus anticonceptie gebruikt, dan kan je dus prima in die mannelijke ja, ja, ja. maatschappij functioneren. In mijn topsporttijd zat ik aan de anticonceptie. Nou, toen kon ik ook prima op die manier functioneren en het hielp me ook wel, want daardoor kon ik gewoon een schema volgen ja. en kon ik alle dagen van de week in principe trainen. Ja. Terwijl als je dat niet meer doet, ja, dan uh, is het moeilijk om een plan te maken. Ja, en dus ook als je dus geen anticonceptie gebruikt en je zit dus vol op in je vrouwelijke cyclus. Ja, dan stroomt het leven ook heel anders. En ja. ja, dan kun je ook gewoon veel beter voelen wat wel de bedoeling is. En um, ja, hoe het, hoe, ja, wat jouw bedoeling is, wat jouw pad is. Dus daar geloof ik ook in. Ja. Heb jij zelf ooit aan de anticonceptie gezeten? Zeker. Net zoals uh, veel vrouwen. Je krijgt op je ja. zestien al aangeraden. Nou, ik was uh, dertien. Niger. Toen had ja. ik al een vriendje uh, een jaar lang. En ik had ook, uh, ik was een grintegel. Dus ik had allemaal uh, pukkels op mijn voorhoofd. Dus toen ik hoorde dat de pil daar de uitkomst oh, ja. voor bood, was ik uh, de eerste die bij, <laughs> bij de huisarts op de stoep stond. Voor uh, ook nog de gevaarlijke Diane 35-pil. Ja, ja, ja. Binnen een maand voelde ik me echt depressief. Ik voelde me zo ellendig. Ja, dus ik heb lang uh, aan de pil gezeten, eigenlijk totdat oh. ik mijn eerste kind kreeg. Uh, ah, die Diane-pil. Nee, dat nee, niet, toch? Nee, Nee, daarna wel altijd een lichtere pil. Uh, maar dat is niet zo interessant. Maar uh, ik was 30 toen ik mijn eerste kind kreeg. Dus, en ik denk dat ik ook pas een paar maanden was. Nee, ik denk dat ik ook echt maar twee of drie maanden was gestopt met de pil. Toen ik al zwanger was. Dus toen dacht ik ook nog, jeetje, ik hoop niet dat dat uh, invloed heeft uh, op, op hem, <laughs> al die rotzooi. En uh, tussen mijn twee zoons heb ik uh, een spiraal gehad. Ja. Dus ik heb uh, wel ook echt wel veel uh, gebruik gemaakt van de anticonceptie. Wat ook heel veel voordelen heeft. Hè? Dat je niet ongezeld uh, bent en ook uh, chill, minder emoties. En, uh, maar, maar nu ik er gewoon helemaal in ga, het, het levert me zoveel meer op. Uh, door echt in je, ja, in je eigen cyclus te bewegen en daar ook aan toe te geven. En dan nou is het natuurlijk als ondernemer wel makkelijker. Om ja, je, je eigen tijd indelen. Ik exact. Denk, toen ik nog in loondienst zat dat het veel moeilijker was geweest om op basis daarvan mijn tijd in te delen. Ja, dus soms is het dus ook nodig om aan anticonceptie te blijven, om te kunnen ja. blijven functioneren in het systeem. En zo ziek is het systeem dus, is dan mijn conclusie. Ja. En nu? Ben je nu er helemaal uh, af? Ja. Ik uh, doe het zelf namelijk met Time en dan krijg ik nogal wat commentaar soms op van mensen van... Huh, kreeg eerst al commentaar natuurlijk van de huisarts. Wil je zwanger worden? Nee. <laughs> maar dat denken mensen wel als je natuurlijk niks gebruikt. En ik time het dan. En mijn cyclus is precies 28 dagen. Ik had laatst een reactie uh, geplaatst op social media. Van ja, vrouwen zouden niet aan de pil hoeven. Mannen ook niet. Ze zijn natuurlijk bezig met die hele wookbeweging. Dat mannen ook aan de pil zouden oh, moeten. Vreselijk. Die mannen moeten ons dragen. Die moeten we niet nog verder aan banden nee. gaan, als gaan leggen. Maar ik uh, kreeg heel veel commentaar van vrouwen die zeiden. Ja, maar ik ben gezond en ik heb geen cyclus van 28 dagen. Dus het kan niet. En dan denk ik, ja, maar hoe gezond ben je dan als je geen cyclus van 28 dagen hebt? Ja, ik heb een kind gebaard. Ja, maar is dat het teken van gezondheid? Ik denk op een moment dat we ook leven in één lijn met de natuur, met ons lichaam, dat ons lichaam zichzelf daarna gaat gedragen. Dus dat we dan die cyclus inderdaad krijgen van 28 dagen. Maar in mijn optiek, volgens de definitie, is gezondheid alleen maar de afwezigheid van ziekte. Zeker. Maar voor mij is gezondheid veel meer dan dat. Ja, ja voor mij ook. Ja, dus eh, ook ik gebruik een cyclus-tracker. Dus ik weet ook al uh, precies. Uh, hoe laat het is. Ja. Voel je dat ook aan wanneer je uh, ovulatie is? Ja, maar ik voel mijn ovulatie, ik voel ja. mijn me, me menstruatie, ik voel wanneer ik de herfst inga. En dat merk ik meteen aan mijn eetgedrag, want dan heb ik namelijk echt honger. En dan denk ik, ik heb nooit honger. Oh ja, oh, mijn herfst begint. Weet je, en dan geef ik me daar ook aan toe. Dus dan mag ik ook gewoon echt meer eten. Dus uh, ja, daar kan ik ook gewoon helemaal oké okay mee zijn dan. Um, dus ja, ik, ik beweeg echt mee aan die met ja, met die cyclus, ja. want het is me echt uh, heel veel waard. Ja. Wat is gezondheid voor jou? Gezondheid is voor mij zo echt en zo puur mogelijk. Dus ja, een hamburger pluk je niet van de boom, en uh, chips ook niet. Maar dat is niet alleen het enige. Het gaat ook echt om. Uh, Ja, voornamelijk eigenlijk wel echt mentale gezondheid. Je kan jezelf zo ziek maken door te denken wat, uh, wat je allemaal niet zou kunnen of allemaal niet zou willen. Of het gaat er echt om, wat, wat wil je wel? Ja, ook als we kijken naar welke mensen worden het oudst, dan zie je ook dat die mindset zo'n belangrijke rol speelt. Dus je kan wel gezond eten en hard trainen en nog ziek worden. Ja, nou, we zijn, je jezelf ziek maakt. We zijn vaak langer dat. ziek in ons leven dan dat we gezond zijn hè? Dus de meeste mensen worden 80, maar de meeste mensen zijn niet tot hun veertigste gezond. Nee, meer dan de helft van de mensen heeft overgewicht of minimaal een chronische ziekte. Ja, dat is bizar. Dat is het nieuwe normaal. Ja. Dus uh, dat is wat mij betreft niet normaal. En uh, ik heb ook een uh, boek gelezen, kijk, en ik ben dus heel slecht in die details onthouden. Uh, volgens mij heet het het menselijk ontwerp en daar ging het over dat um, in. Was het Japan? Nou, zo slecht ben ik dan. Um, volgens mij Je was het in Japan. Niet? Nee, oh. uh, maar in ieder geval deze man die was meer dan 200 jaar oud geworden. Meer, dat weet ik wel zeker. Hij was meer dan 200 jaar oud geworden. En daar stond ook in dat we worden niet meer zo oud worden omdat we niet geloven dat we zo oud kunnen worden. Dus als jij denkt van nou, hè, als, als ik aan iemand vraag hoe oud wil je worden, dan zeggen de meeste mensen ja 80, maar dan wel graag in goede gezondheid. Ja, En als het dan niet gezond is, dan mag ik ook eerder gaan. Ja, maar wat nou als we 200 kunnen worden? En we wensen maar tot 80. Ja, omdat dit is wat we zien. Dus uh, ja, mijn zoon wilde heel graag dat ik het jaar 2100 zou meemaken. Dus ik zei, nou, dat is mooi. Dan ben ik 117 en papa 119. Nou, gaan we doen. Ja. En hij is dan in de 90. <laughs> ik zeg, dan zitten we met z'n allen. Gezellig, ja. <laughs> Oud te zijn. Mijn doel is om 120 te worden. Dus ik ben ook echt bezig met longevity op alle vlakken. Ja, ja ik ben er dus niet mee bezig. Nee, precies. Um, juist ben ik er niet mee bezig. Echter, denk ik gewoon van: oké, okay, het is dus gewoon level up. Je legt je standaard hoger. Dus ik kan hem ook op 200 zetten. Maar ik vond 117 wel leuk bedacht. Um, ja, en doordat je mindset daarom anders is, moet dat uh, ook anders gaan worden. Kijk, het kan nog steeds zijn dat ik uh, volgende week overlijd door iets, maar eh, het is, we kunnen niet dat niet zo zeker bestellen. Dus je kan altijd een ongeluk krijgen, of, uh, maar, qua... maar daar geloof ik niet in. Nee, dat uh, ga dat, ik dat het zomaar gebeurt, hè? Ik geloof ook dat ik niet ziek kan worden. Ja, ik, uh, ik ook. En wat me ook heel veel rust heeft gegeven is... Um, mijn zoon vroeg... maar mama, als je nou doodgaat? Ja, dat raakt je wel als moeder. Dat je echt denkt van ja, ja ooit ga ik je verlaten. Ja. Weet je, ik hoop echt dat jij langer leeft dan ik. En uh, toen zei hij, ja, maar wat moet ik dan? Toen zei ik, nou, weet je, als je je hand op je hart legt... ik ben daar altijd. Jij bent namelijk precies 50% mama en precies 50% papa... Dus wij zitten in jouw hart. Dus als jij je hand op je hart legt, kan je elke vraag die je wil aan mij stellen. Waar ik ook ben in de wereld. Dus of ik nou vandaag aan de andere kant van Nederland ben. Of, of in de hemel. Of waar je ook denkt dat ik ben. Jij kan gewoon altijd. Je hebt gewoon altijd toegang tot mij. Oh. Zo fijn zegt hij dat ik dit weet. Ja. En hij vertelt het dus aan zijn broertje. He, dus ook als mama er niet is, dan zegt hij... Ja, als je er nodig heeft, is ze er altijd. En dan, zegt, dan moet je gewoon je hand op je hart leggen. En dat leren ze dus nu ook aan mijn jongste dochter. Ha, dat vind ik zoiets magisch. Ja, wow. He, dus zij weten gewoon dat ze altijd toegang hebben tot mij. En dat ben ik ook heel sterk gaan geloven toen ik borstvoeding gaf. Um, dat ook als ze een jaar oud waren... dat mijn borsten gewoon begonnen te druppelen... als ze me echt keihard nodig hadden. Maakt niet uit waar ik was... Of ik nou in een andere kamer lag, werd ik er s'nachts wakker van. Want ik werd dus blijkbaar niet wakker van het geluid, maar wel van het gevoel in mijn borsten. Of dat ik, um, ik ben ook uh, met een vriendin op vakantie geweest. Ik voelde gewoon als mijn kind me nodig had. Nee. Dat is zo sterk. En eigenlijk doordat ik het fysiek merkte, doordat, echt, doordat het melk ging lekken. Ja, toen ben ik er echt pas in gaan geloven dat, dat het dus ook echt allemaal zo is. Want ik had gewoon dat echt fysiek kunnen waarnemen. Ja echt een fysieke bevestiging. Ik heb toevallig afgelopen week, hadden we een paar bijzondere situaties. Mijn moeder is dan overleden en ik heb een foto in mijn slaapkamer, mijn zus heeft een foto in haar slaapkamer. En bij haar is het fotolijstje omgevallen en bij mij is die foto tot twee keer toe al van het kastje gevallen, terwijl dat, ja, qua, qua wetenschap niet zou moeten kunnen. En toch gebeurt het. Ja. Ja. Dus wat heeft ze je te vertellen? Ja, Ik we hebben het er ook even over gehad. Mijn zusje zei, ja, heeft ze een boodschap? Ik zei, ja, volgens mij is de boodschap gewoon dat we op ons pad lopen... en dat ze even komt kijken bij ons. Ja, ja en weet je, je hoeft het ook niet altijd aan woorden te... Uh, je hoeft het ook niet woorden te geven. Ze mag, ook gewoon, ze mag er ook gewoon even bij je zijn. Precies. Gewoon even om te laten weten van, hé, hey, ik, ik heb je nog he? steeds toegang ja. tot mij. Ik zie je, ik hoor je, ik voel je. Ja, mooi. Ja, ja dus er zit niet altijd een specifieke nee niet een les of een boodschap of een nee ze komt je niet vertellen doe dit niet of nee. doe dit wel nee kan ook natuurlijk maar ja ik geloof wel in uh... ja ik geloof daarin dus uh... en ik zie het ook keer op keer dat ik hoor mezelf of ik hoorde mezelf eerst heel vaak zeggen oh echt toevallig en nu zeg ik ik geloof niet meer in toeval ik geloof in synchroniciteit en dat is voor mij ook altijd een teken dat ik op mijn pad loop als er zoveel dingen gebeuren die te toevallig zijn of dat ik dingen weet die ik eigenlijk niet kan weten nou, dat ik dan uh, ja. in één lijn leef met ja. mijn missie. Het valt je toe, ja. vind ik een hele leuke. Oh ja, ja. mooie het woord. Het valt uh... je toe. En ja, in de familieopstellingen dan moet je wel echt in overgave. En dus ik laat het echt gewoon ontstaan. En het is zo bijzonder hoe mensen die elkaar niet kennen... ze kennen niet eens elkaars naam... Die, gaan, die voelen dat ze representant zijn. Ik geef ze ook geen rol, hè? ze gaan zelf staan. Ja, precies. Ze pakken zelf een plek in de ruimte. Uh, ze voelen op dat moment en ze zeggen exact dat wat haar vader ook zou zeggen. En Ik ook zie het gewoon je kippenvel. Op ja, je armen. Ja, oh sick. <laughs> ik, ik moest denken aan mijn eerste familieopstelling. Dat was ook bij Sanne. Dat iemand was mijn vader en iemand was mijn moeder en diegene deed echt perfect mijn vader na. Dat ik dacht: wow, hoe kan je dit weten? Echt bizar. Nou Ja, ze doen niks na. Ze voelen ja, gewoon dat. Wat zou ze moeten zeggen. Ik weet nog en... wel bij ons familieopstelling dat één iemand zei: ja, we, we, hoe noemen we dat? Dat zijn we acteurs? En dat ja. is nou heel duidelijk werd gezegd: nee, je bent representant, je hoeft niks te acteren of te doen. Het, het gebeurt gewoon. Ja. ja, en ik laat de mensen die dus representant staan, laat ik ook gewoon zelf spreken. Ja. Ja, dus jij legt ze de woorden niet in de mond? Heel af en toe als het nodig is. Uh, maar vaak wordt er gesproken dat wat er gezegd mag worden, en wat diegene op dat moment nodig heeft. En familieopstelling geeft sowieso altijd alleen dat wat jij op dat moment aan kan. Ja, juist dus wat je nodig hebt en je dat wat, wat, je wat je aan ja, kan. Ja, precies. Dus ja, ik geloof ook nooit dat het, ja, dat het gevaarlijk kan zijn of dat het een overload aan informatie is. Overigens, um, ik uh, ben een specialisatie aan het doen van, uh, van, van trauma en dissociatie. En wat ik zo bijzonder vond is dat uh, deze docent tegen mij zei ga niet werken met mensen die ayahuasca gebruiken of hebben gebruikt. Dus ik zeg, tell me more, dit vind ik heel interessant. Toen zei ze van, ja, wat er eigenlijk gebeurt is dat je... iets ziet wat op dit moment nog niet voor jou bestemd is. Want anders had je het nu wel gezien. En dan kan je zeggen, ja, het is plantmedicijnen, het is puur, het is basis. Hè? Dus als je kijkt van, oké, okay, wat is mijn begrip van gezondheid? Dan zou het er in principe best wel bij passen. Echter, neem je een... Een hele grote stap. En wat zij zei, is het is niet per se slecht, hè, ayahuasca. Ik bedoel, dat moet iedereen voor zich weten. Echter, wat je in het dagelijks leven doet, of hè, als je gecoacht wordt, doet, je doet het stap voor stap. Ja. In plaats van in zulke sprongen. Ja, en dat is een mentale operatie, zeg ik daarom ook. Ik heb het zelf niet ervaren, maar wel chocobliss en truffels. Maar ik ben ook meer fan van het microdose, dus die kleine stapjes, dan in één keer heel veel nemen. Dan heb je denk ik ook weer heel veel hersteltijd nodig, laat staan implementatietijd. Ja, nou ja, eigenlijk ben ik dus gewoon voor puur natuur. Ja. Dus als ik zie wat er al gebeurt in familieopstellingen. maar wat we nuchter doen. Ja. <laughs> nuchter. Uh, het voelt, voelde voor mij wel alsof je een beetje high on life bent en toch ja, overstaat. Het maar. is wel echt heel, heel magisch wat er gebeurt, maar je ziet dan al dat mensen heel veel tijd nodig hebben om het te verwerken, om het te kunnen integreren uh, en om de boodschap... Ja, Echt te kunnen ontvangen en elke keer weer nieuwe inzichten krijgen. Dat ik denk van ja, weet je, dat, dat is al zo groot. Ja. Laat staan als je he, ayahuasca doet en alle stappen overslaat. En ik vergelijk het altijd met mijn bedrijf. Oké, okay, ik heb mijn bedrijf nu opgebouwd. En er kan nu wat op de wereld gebeuren. Of uh, iemand uh, die zegt van ja, je hebt een idee gepikt. Uh, dit is mijn bedrijf. En, um, je, en je bent je bedrijf kwijt, dan denk ik, ja, ik weet hoe ik het heb opgebouwd dus we starten morgen gewoon op een andere plek all over again He, dus je hebt het zelfs stap voor stap opgebouwd en het fundament is ook zo stevig dat het niet zomaar omvalt als zou iemand zeggen hey je hebt mijn bedrijf gepikt ja dat ja, was misschien het een slecht ma voorbeeld maar ik bedoel ja, stel wordt ga, Ja, precies He? om het gaat het gaat om hier, andere redenen ja, ja. ja. Um, dan weet jij hoe je het hebt opgebouwd dus ja je kan het uh, overnieuw doen He, mijn ja, mijn broer die doet um, Hetzelfde bedrijf, ander onderwerp, ook weer opnieuw opbouwen. Ja. Want je, je hebt alle stappen al genomen, dus je weet hoe het moet, dus dan kan je het everywhere. Maar ik denk dus ook als je gezond gegroeid bent, dan valt het niet zomaar om. Exact. Dat is het punt. Maar we hebben het wel allemaal stap voor exact. stap moeten doen in plaats van dat we stappen overslaan. Ja. 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 En kijk bijvoorbeeld coaching helpt je daarbij om de juiste stappen op de juiste momenten te zetten, maar wel stap voor stap. En normaal gesproken zal het misschien tussen elke stap een half jaar zitten. Als je dat zelf uh, moet uitvinden of de tijd moet nemen. Terwijl hey, met coaching kan je sneller door die stappen heen. Maar je zet ze wel zelf. Dus dat vond ik wel uh, een mooie, die mijn gevoel bevestigde. Yeah, met betrekking tot um, ayahuasca. Ja, ja. Of, of andere medicijnen. Ja. Ja. Heb je dat wel eens gedaan? Andere medicijnen? Of alles puur natuur? Nou, in mijn uh, puberteit ja, heb andere. ik wel uh, chemische medicijnen ja, gebruikt, precies. zeg maar. Ja, en, uh, ja, en geestverruimende middelen noem je dat hè, ook, ja. Maar dat, ja, dat vind ik wel zonde dat ik dat heb gedaan. Ja, echter, aan de andere kant denk ik ook. Ja, ik kan nu in de relatie zijn zoals ik ben. Omdat nou echt, ik heb alle wilde haren heb ik er uitgedanst en gefeest en gedaan en uh, geprobeerd. Je krijgt geen midlife crisis, bang dat je iets hebt gemist. Nee, ik heb echt alles gedaan. Ja. <laughs> <laughs> en ook uh, ja, lekker uh, ontdekt uh, op, op relatiegebieden met mannen, met vrouwen. Ik, ik moest het gewoon allemaal meemaken voordat ik... Uh, kan kiezen voor wat je echt wil. Ja, maar toch? nu ja. kan ik wel kiezen. Ja. Weet je wel? En dan, ja, mijn man zegt ook van ja, dan gaan we verhuizen naar uh, zee, Strand. Mooie mensen, veel bikini's. Uh, ook de trend van open relaties die daar heerst. Ja, dat is zeker een trend daar. Ja, ik zeg, nou, ik ben daar niet bang voor. Als in, ik weet zo goed wat ik heb. Ik zou elke dag weer voor duizend procent voor je kiezen. En dit is ook vaak wat we naar elkaar uitspreken. Maar ook, van de week kwam die aanrijden. En ik keek naar buiten, toen dacht ik, wow. En Toen dacht ik, wow. Dat is gewoon mijn eigen vent. Leuk. Is <laughs> dus toen dat hij toch? binnenkwam, ja. toen zei ik ook van, nou, ik dacht, jee, wat komt daar aanrijden? En uh, toen bleek het gewoon jij te zijn. En dat, dat maakt, daardoor maakte mijn hart eigenlijk nog een sprongetje, omdat ik dacht, oh, hij is al hier. Hij ja. loopt mijn huis in. Ik heb alles wat ik wil. <laughs> ja. ja. Dus, en, dus dat is ook gewoon hetgene wat je uh, elke keer mag beseffen. En we werken ook heel hard aan onze relatie. Ja, tenminste heel hard. We besteden er echt aandacht aan. En we gaan daar ook de diepte mee in met, uh, met coaching. Dus um, ja, ik, ik heb gewoon het idee dat je weer constant voor elkaar moet blijven kiezen. En uh, ook constant dankbaar zijn dat je in die relatie zit. Ja, dus dat is ook echt wel. Uh, nou, ik zou eigenlijk wel willen zeggen dat ik mijn laars zou opeten. Als mij dat zou gebeuren. Ja, want zeg je het al, hè? het zou me gebeuren. Ook dat vind ik weer een keuze. Van waar ga je dus in mee? Ja. ja. Nou ja. Die, vo die voel ik niet. Ik, voel niet nee? dat ik, ik, ik ben een afwijker, dus ik ben ja. geen meeloper. Nee, precies. Dus precies. Die voel ik al niet. En we um, um, ja, en, en drinken geen alcohol. Dat scheelt dus, ook. Ja, en je, je blijft je? connected met elkaar. Dus het is ja. niet dat je elkaar ineens bent kwijtgeraakt. Dat kom je, denk ik, al heel snel tegen. Ik zag ook laatst van jou een filmpje volgens mij op LinkedIn. Van hey, hoe hou je je relatie op die 9,5. We hebben vragen aan elkaar. 9,1. 9,1. Oh, ja. Heel specifiek. Ja, ja, ja. <laughs> nee, we vragen ja. gewoon aan elkaar van waar heb je behoefte aan? Hoe kan ik jou helpen om de allermooiste dag te hebben vandaag? Ja. Nou, dat soort vragen al. Of ik heb ook Bart van de Ven geïnterviewd voor deze podcast. En die vertelde van nou, elke week ga ik met mijn partner ga ik zitten. En dan doen we even een evaluatie. Van, hey, hoe vond je het gaan? Ben ik uh, een goede partner voor jou geweest deze week? En waarom wel en waarom niet? Nou, en toen hij wat vaker nee te horen kreeg. je uh, bent geen goede partner geweest. Toen is hij stappen gaan zetten. Ja. En dingen anders gaan doen. Maar als je überhaupt dat soort gesprekken niet hebt, ja, dan raak je op een gegeven moment zo ver van elkaar verwijderd en dan ben je elkaar kwijtgeraakt en dan is het je gebeurd. Ja, ja eigenlijk zeggen wij ook, als de ander gaat zeiken, dan ben je te laat. Ja. En dus, um, mijn man kan dan ook echt zeggen: van... Uh, ja, ik moet even een voorbeeld bedenken hoor, maar ja, ga je nou alweer weg? En zei ik: Oh, dit geeft dus de feedback dat ik er blijkbaar niet voor jou ben. En dan. Dan kan hij ook echt schrikken. Zo van, oh, ja, misschien is dat het wel. <laughs> en dan zeg ik ook van, ja, heb je behoefte aan een dikke knuffel? Of uh, heb je iets met me te bespreken wat er nu elke keer niet van komt? Omdat we natuurlijk ook constant drie kinderen om ons heen hebben lopen. Ja, en vaak blijkt het dan gewoon een van die twee te zijn. Dat hij gewoon even een knuffel wil. Of dat hij een paar dingen met me wilde bespreken. Al gaat het over de agenda. Maar dat als, als ik dan wegga, dat het dan ineens voelt dat ik alweer wegga terwijl. Ik ga zo vaak alweer ja, weg. weg. En dat is helemaal oké. Okay, ja. Totdat zijn tank leeg is. Precies. Dus uh, ja, dat, uh, dat heb je wel constant met elkaar uh, te bespreken. Ja. ja en vaak hetgene wat mensen zeggen is niet wat ze echt bedoelen. Als ik zeg, ga je nou alweer weg. Dan is het niet dat je dan moet zeggen: Nee hoor, schatje, oh, dan ga ik nu niet weg om jouw plezier te doen. Want dat is helemaal niet wat hij nodig heeft. Nee. Maar ja, het lukt ook wel eens een keertje niet. Natuurlijk. Natuurlijk. Nee. Tuurlijk. nee. Tuurlijk. nee. nee. En, uh, en daar mag het ook over gaan. Hè? dus ook wat wat lukt niet of wat vind je niet fijn in de relatie um, en ja daar moet je geen ruzie over maken maar juist uh, het gesprek in aangaan maar ja daar moet je dus wel een afwijker voor zijn want blijkbaar is het niet gewoon nee dat is waar wij goed in zijn hè ja zeker afwijken en het ownen ja ik denk dat naar deze podcast heel veel afwijkers zal luisteren, maar sommigen het nog moeilijk vinden om dat echt te gaan ownen en daarvoor te gaan staan. En ik vond het ook moeilijk. Ik heb ook een tijdje bijvoorbeeld geen biceps meer in de sportschool getraind. Omdat ik hoopte dat ze dan kleiner zouden worden. Want ik wilde zo graag lijken op mijn leeftijdsgenootjes. Of um, ja, dat ik het ook in het ondernemerschap spannend vond om mezelf uit te spreken. Om mijn missie en mijn visie te delen. Maar op een gegeven moment kan je bijna niet meer anders. Nee, en wat dan kan is het conformeren is, aan de groep? Precies, en wat is voor jou dan uh, een afwijker zijn? Ja, ik, ik, ik denk dat iedereen is natuurlijk een afwijker, want iedereen is uniek op zijn eigen manier. Maar dat je dat al voelt, is denk ik al een stukje. Dus dat je niet meer leeft vanuit je hoofd. En dat je dus durft af te wijken van de norm. Dus op bepaalde manieren voldoe ik zeker aan de norm en ben ik heel erg gemiddeld. Dus ik denk niet dat je op alle fronten een afwijker bent. Want dan ga je ook afwijken om het afwijken. Dat je naar ja. de andere kant op gaat omdat je dat per se wil. Dat is ook weer geforceerd. Kijk, ik draag ook een spijkerbroek. De meeste mensen dragen een spijkerbroek. Of ik draag een, een Ja, trauik. ik wel van je tegen. Zeker, ja. Dus, maar als ik hier in een, een of andere drag-outfit had gezeten... dan had dat ook niet bij me gepast. Dat, dat voelt ook niet echt. Maar op andere vlakken wijk ik dus wel af. In de zin van dat ik bijna dagelijks het ijsbad inga. Zwaar train, uh, Natuurlijk eet in plaats van bewerkt eet. Uh, maar een klein groepje heb in mijn innercirkel In plaats van een hele grote groep mensen. Een eigen bedrijf heb. Dus op bepaalde vlakken heel erg afwijk. En dat van mezelf steeds meer ben mogen gaan omarmen. Dus vroeger probeerde ik echt wel erbij te horen. En vond ik dat ook heel belangrijk. En baalde ik op het moment van oh, ik voel dat ik anders ben. Maar het ja, dat, dat mag er eigenlijk niet zijn. Dat was denk ik wat ik indirect tegen mezelf zei. Wat mocht er dan niet zijn? Ik denk dat ik altijd wel meer heb gevoeld... Dan wat er was en dat ik daar geen woorden aan kon geven. Maar kon het daar ook eigenlijk met niemand goed over hebben. Met mijn ouders niet, maar ook helemaal niet met leeftijdsgenoten. Dus ik was in groep acht al bezig met de zin van het leven. En het leven na de dood en grote topics. En, en de meeste mensen helemaal niet. Toen dacht ik, nou, als ik dat gewoon maar een beetje indam, als ik mijn kop maar niet boven het maaiveld steek, dan word ik er ook niet afgehakt. Op een gegeven moment dat mensen over mij hadden gezegd dat ik. Um, te dik was omdat ik toen fanatiek sportte dus ik was wat groter dan gemiddeld ik dacht oh ja nou dan ga ik maar afvallen en dan conformeer ik me weer aan de groep en dan vinden ze me leuk maar op een gegeven moment kwam ik er ook achter dat ook al ging ik me aanpassen dan vonden ze me helemaal niet leuk want het was een soort masker wat ik liet zien toen had ik ook zoiets van ja weet je wat dan ben ik maar liever alleen en dan maar gelukkig met mezelf dan dat ik me conformeer aan de groep en er dan bij hoor maar ook weer niet helemaal bij hoor en toen ben ik wel gaan ontdekken van nou ja dan ga je pas de mensen aantrekken die echt bij je passen ja en iets triggert mij. Jij zegt, uh, ik was toen dikker. Wat vond jij toen van jezelf? Um, ja, ik vond mijn lichaam in ieder geval niet mooi toen. Ik uh, weet ook wel dat ik wat meer at. Mijn moeder die had ook problemen met voeding. Dus die vond het heel fijn als... Uh, met voeding werd heel veel gevierd bij ons thuis. Dus als we toetsweek hadden, aten we meer. Als, we, als het weekend was, aten we meer. Toen dacht ik, oh kom maar door. En ik merkte ook dat ik daarvan, ik weet niet of het helemaal daarvan kwam, maar wat aankwam. En daardoor ook dus de overtuiging kreeg van, hé, hey, uh, ik, ik kan niet normaal eten. Daarvan was ik echt overtuigd. Dus toen ik die eetstoornis kreeg, toen was ik ook heel bang om weer normaal te gaan eten. Dat ik mezelf echt had verteld van, ja, als ik regulier ga eten, dan uh, gaat mijn lichaam dat allemaal opslaan. Dus dat zat dus heel veel angst bij mij rondom voeding. Merk je dat nog steeds? Nou, dat is een hele leuke. Ik ben nu best wel wat afgevallen in de afgelopen weken. Ik ben um, naar een therapeut geweest van Psychika. Ik weet niet of je dat kent. Die gaat dus je onderbewuste overtuigingen herprogrammeren. Dus ik kwam met een hele lijst overtuigingen. En toen dacht ik ook oh, wil die overtuiging even testen of ik die heb. Of ik de overtuiging heb van ik heb een fit en slank lichaam en mijn lichaam kan eten goed verteren. En toen kwam ik er eigenlijk achter dat ik die overtuiging wel heb, terwijl ik dacht oh, die heb ik niet. En sindsdien ben ik ook naar die overtuiging gaan leven. Van, oh, ik heb al die overtuiging. Dus ik mag daar ook in gaan ontspannen. En mijn lichaam die regelt het wel. Ik ben helemaal niet anders gaan eten. Maar nou ja, deze broek, toen ik hem kocht, was ik er heel blij mee. Want hij sloot echt perfect aan. Nou, dat is voor mij best wel een uitdaging. En nu is die baggy geworden. Ja, dat zag ik ja. ja. <laughs> dus daar zijn uh, wat veranderingen in. Ja. Dus ondanks dat jij dus altijd al mega gezond at. Of tenminste, hè, de laatste jaren had jij mega gezond. Ja. En daarvoor ook van wat ik dacht wat gezond was. Hè. Dus ook al waren ja. het... Ik, ik was het kip uit de supermarkt, maar ik had wel de overtuiging dat ik heel gezond bezig was. Maar... Het is, ik weet niet of ik dat wel eens in een podcast heb verteld, maar toen ik topsport deed, toen moest ik eigenlijk in een bepaalde gewichtsklasse passen. In de min 84 kilo. Maar ik was net wat zwaarder. Dus had ik bedacht, dan schakel ik een voedingscoach in en dan ga ik op dieet en dan kom ik wel in die klasse terecht. En ik heb een schema gehad van 3000 calorieën en ik kwam dus niet aan, terwijl dus het een bulkschema was. Ik had met de lunch gewoon twee hamburgers. En met een kutschema van 2000 calorieën of minder viel ik gewoon niet af. Dus mijn coach snapte er helemaal niks van. Nou ja, als ik daar nu zo over nadenk, denk ik ja, dat komt gewoon door die overtuiging dat ik dacht ik heb mijn lichaam moeten accepteren natuurlijk na mijn eetstoornis van hey, dit is wat het is. Had ik ook helemaal geaccepteerd, maar ik denk dat dat daardoor ook zo bleef van hey, dit is wat het is en dit is hoe het blijft. Ja, mooi, mooi voorbeeld. Uh, hè, voor, de, voor de mensen ook dat het dus niet aan die calorieën ligt. Dus nee. of je nou 3000 of 2000. En ik denk ook, hè, we hebben veel mensen ook begeleid op, uh, op het gebied van, uh, van leefstijl, dus echt met, uh, hè, met, het, met het eten. En ook onder collega's dan zeiden we altijd van, ja, ja, die, valt, ja die zal wel chippies eten s'avonds of die zal wel koekjes pakken. Hoeft helemaal niet, nee, maar dat hoeft helemaal niet. Nee. Dus het is zo, het gaat zo niet alleen maar om die, uh, die calorieën, maar het zit dus echt gewoon in ja, welke overtuiging heb je over jezelf? En het hoeft niet eens van jezelf te zijn. Dit is dus ook de reden waarom ik het in mijn familiegeschiedenis ben gedoken. Want het kan ook uh, een schaarste overtuiging zijn van bijvoorbeeld mijn opa, omdat hij in de oorlog heeft geleefd. Ja. He, dus dat je daar daardoor eigenlijk aan het verzamelen bent en bang bent dat er niet genoeg is. Of, um, ja. Er kan van alles zijn wat er in jouw systeem zit waar jij vandaag de dag last van heeft. En is het dan van jou van origine niet, maar jij hebt ermee te dealen vandaag ja. de dag? Ja, je hebt het op te lossen. Ja, ja en het was zo mooi. Ik heb nu een uh, dame in de, in de coaching die is meegeweest ook op, uh, op Retreat. En um, we hebben voornamelijk gewerkt uh, op, uh, op zelfliefde. Ze zei echt hele lelijke dingen tegen zichzelf, uh, eigenlijk de ik hele dag. Wel wat mensen tegen zichzelf zeggen. Wow, echt. Als ik ook vraag van, goh kun je wat moois vertellen over jezelf? Dan één of twee dingen in, een, minu een, de in een minuut. Bij de moesten we dingen opschrijven en ik ging volle bak schrijven. Ja. En ik werd aangekeken door de dames van, wow, kun je zoveel dingen opschrijven? Ja. als ze uh, één of twee of dingen ja... kunnen opschrijven, dan is dat echt een applausje waard. Zeg ja, maar. exact. En... Um, als je dan aan ze vraagt van wat kan je allemaal niet of uh, hè, de, de, de hele lijst, ja, oh, wat is er allemaal stom aan er jezelf? Echt een maar echt ze kunnen ze echt, nou ja, miljoenen woorden in een minuut proppen. Dat is echt uh, bizar. Um, en en deze dame, nou, die ging er volle overtuiging uh, uh, de coaching in, uh, ging het retreat aan, um, kwamen traumas los en we kijken onder diabetes type 2, wat zij heeft. En dan kijk ik altijd in de, in de Bijbel. En namelijk uh, De Weg van uh, Zelfheling van Christiane Beerland. En daar stond in: uh, diabetes type 2, um, dat, ja, dat heeft eigenlijk allemaal te maken met, uh, met zelfliefde en zelfacceptatie. En zij leest dat en ze zegt: Wow, maar nu ik deze stappen heb gezet, wat kan ik dan nog meer? Dan kan ik dus misschien wel gewoon van die diabetesmedicijnen af. Ja, en dat is zo fantastisch. Als je die kwartjes hoort vallen, en dat mensen dus intrinsiek gemotiveerd zijn om anders te gaan doen. Dat dan los ze te laten. Ja, dan Toch? hebben ze dus die ziekte niet meer nodig. Nee. Ik had dat zelf ook met die eetstoornis die had ik toen niet meer nodig. Dus dat ik besloten, hier kan ik helemaal vanaf komen. Terwijl de cijfers waren best wel negatief dat ze tegen mij gezegd werd: ja, maar hier kom je nooit meer vanaf. En toen heb ik gezegd: jawel, ik ga een manier vinden om dat los te kunnen laten. Ja, maar die overtuiging moet je dan wel eerst ja hebben. die moet je wel ja. creëren voor ja. jezelf en ja dat, daarom dat, ben je dus een afwijker ja dat denk <laughs> ik <laughs> mooi ja ja dank je wel voor dit mooie gesprek jij bedankt voor jouw uh, openheid en uh, mooie vragen ja